Ik ga kerstbrood maken. Zo'n lekkere stol, zo'n brood van binnen gevuld met rozijnen, krenten en zo'n lekkere staaf amandelspijs. De bloem, die gaan we in onze keukenrobot doen. Het water gaan we erbij doen. En als ik brood maak, dan ga ik water en bloem altijd eerst mengen. De gist gaan we er nu ook bij doen. Ik ga er ook wat melkpoeder bij doen. Kaneel, bruine suiker ga ik er ook bij doen. Er mag best wel wat zout bij. Dit gaan we verder laten draaien. Nou, de boter gaan we erbij doen. Nou, de boter is heel belangrijk dat die nachtje van tevoren uit de koelkast staat. En dan kun je hem eigenlijk perfect verwerken in je deeg. Nou, wat je nu ziet is eigenlijk, die kom wordt steeds properder en properder. En dat wil eigenlijk zeggen dat je deeg steeds beter begint te worden. Kijk, nu begint hij zo'n beetje te flappen. En als je dat hoort, die grote klappen, dan is je deeg bijna goed. Rozijntjes gaan we erbij doen. Krentjes gaan we er ook bij doen. Walnootjes kunnen erbij. Gewoon in stukjes breken. En dan gaan we dit rustig laten draaien. Nou, als je dit ziet, dan krijg je eigenlijk al honger. Zo, kijk eens wat een mooi deeg. We gaan een klein beetje bloem stuiven. Niet te veel. Ons deeg gaan we nu gedurende een kwartiertje laten rusten. Nu, voor het feestontbijt heb ik natuurlijk mijn amandelspijs. 1 deel amandelen en 1 deel suiker. Klein beetje bloem gaan we gebruiken. Om het wat op te frissen, ga ik er wat zestes van de citroen bij doen. En hier gaan we nu staafjes van rollen. En dit is eigenlijk nu perfect. En dan kunnen we die staven gaan snijden. Onze deeg heeft nu ongeveer een kwartiertje gerust. En je ziet, de rijst zit er al gelijk in. Met een rolstokje gaan we in het midden eventjes duwen. En dan gaan we nu die spijsstaaf in het midden erin leggen. Flappen hem dicht. Duwen hem mooi aan. En dan hebben we eigenlijk onze perfect kerstbrood. Nou, weet je nu hoe je eigenlijk een ei extra snel kunt laten loskomen? Klein beetje zout erbij doen. En dan lost dat ei gelijk op. Dan kun je het mooi instrijken. Afwerken ga ik doen met amandelschaafsel. Dit laat ik nu maximum een kwartiertje liggen. En dan in de oven en bakken. En dan zul je zien, als die aroma's dan uit de oven komen, dan kun je niet wachten om die eerste plak eraf te snijden.